Beste familie van Sergeant Melsens. Wij waarderen en appreciëren het uitermate dat u elk jaar opnieuw de verre verplaatsing maakt om hier present te zijn bij deze herdenking. Beste vrienden, toen ik juist Jacques Dame begroette, toen zei hem zo met een monkelachje dat hem gekend is, we hebben dat hier ondertussen al een paar jaar gedaan. Ik zeg een paar jaar, ja, vanuit mijn perspectief, zei hem, is dat een paar jaar. En ik begon terug te tellen en ik kwam tot de vaststelling dat ik 15 jaar geleden hier voor de eerste keer heb mogen spreken. En als ik terugdenk aan die toespraak, dan zie ik twee grote verschillen. Ten eerste stonden we hier 15 jaar geleden met een groep die vele malen kleiner was dan vandaag. En vele sympathisanten en vaandeldragers die er stonden, en ook die er ondertussen niet meer zijn, stelden zich toen bekommerd de vraag, hoe lang gaat dit hier nog duren? We zijn elk jaar met een aantal mensen minder. Wel, we kunnen vandaag met een gerust hart zeggen dat die bekommernis er geweest is, maar er niet meer hoeft te zijn. Elk jaar lijkt het dat we met meer mensen zijn hier. En elk jaar zijn ook de bezoekers en de deelnemers kleiner en jonger. En dat is een hoopgevend signaal dat we blijven denken aan de gedachte nooit meer oorlog. En als ik dan terugkijk naar 15 jaar geleden en we stonden hier, en misschien heeft er dat wel mee te maken dat we toen met minder waren dan vandaag, dan moest ik toch snel, voordat ik hier het woord nam, nog eens even zoeken op welke plaatsen in de wereld er op dat moment nog oorlog was. Om toch nog eens aan te tonen dat vrede niet vanzelfsprekend is. En dat was iets langer zoeken dan vandaag. Niet alleen omdat je vandaag via je iPhone alle informatie bij de hand hebt, maar ook omdat oorlog toen veel verder van ons af was dan vandaag. En midden tussen die 15 jaar geleden en vandaag kwam die oorlog stilaan dichterbij. Enkele jaar geleden moest ik hier al zeggen van op 4 uur vliegen van hier vandaan woedt vandaag een hevige oorlog. En 2 jaar geleden is het geweld dichter bij ons gekomen. De aanslagen in ons eigen land hebben ons toen opgeschrikt en ons herinnerd hoe kostbaar vrede wel is. En we moeten daar als maatschappij een antwoord op formuleren. En 1 antwoord is uiteraard de veiligheid verzekeren. En alles in het werk stellen dat we de veiligheid van iedereen kunnen garanderen. Maar een 2e antwoord is ook zoeken naar de oorzaak van die haat. En samen proberen te leven. Diegenen die denken dat ze alles kunnen voorkomen met enkel veiligheidsmaatregelen, denk ik dat dwalen. En we hebben daar als maatschappij, zijn we deze week weer eens op een pijnlijke manier opgeschrikt hoe dat haat gezaaid kan worden. Haat die vroeg of laat onvermijdelijk tot geweld zal en kan leiden, alle veiligheidsmaatregelen ten spijt. En daarom vandaag ook nog een warme oproep dat we, gelijk we hier vandaag samen zijn, ook allemaal samen de verplichting hebben om ons in te spannen om samen te leven. Samen dingen doen. En dat kan. We hoeven niet altijd in een tegenstelling te komen. We kunnen ook samenleven. Samen is een woord dat in Meeuwen-Gruitrode en in Opgelabbeke de laatste 2 jaar heel veel gevallen is. Samen de handen in elkaar slaan om aan de toekomst te werken. En diegenen die 2 jaar geleden zeiden, fusie is ruzie, die stellen nu vast
dat op Glabbekenaren en Meeuwig Ruitrodenaren elkaar opzoeken, dat hun verenigingen elkaar opzoeken, dat ze samen dingen doen, dat ze samen in 273 verenigingen in onze toekomstige gemeente meewerken aan onze samenleving. En dat is onze grootste garantie om op een vredevolle manier samen kunnen te leven. En laat ons die boodschap allemaal samen uitdragen. En vooral de boodschap die hier vandaag is gebracht door de kinderen. Als we roepen nooit meer oorlog, laat dat niet alleen een roep zijn naar onze wereldleiders toe, maar laat dat ook een pleidooi zijn om in eigen hart te kijken, om op een vredevolle manier samen te leven. En dan zijn de gesneuvelden die wij vandaag herdenken niet zinloos gestorven. Dank u wel.